En welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag hebben wij wederom een Suripan-finalist te gast, namelijk Scrappy Cloud Dingen. Om het bij de officiële naam te horen, hij is ook een van de finalisten van het Suripan Gala dat op 3 december in het NIS wordt gehouden. Ook hij woont in Nederland, net zoals een aantal van onze andere finalisten. Maar dat wil niet zeggen dat hun hart niet nog steeds hier ligt in Suriname bij het Suripan Festival, waar zij ook deel van uit zullen maken. Scrappy, als ik je Scrappy mag noemen. Ja, dat vind ik lijkt persoonlijker. Ik ben niet meer gewend dat mensen me Cloud noemen. Nee, ik kan me voorstellen. Maar noemen ze je in Nederland ook Scrappy? Nee. Daar noemen ze je gewoon Cloud. Het verschil. Mensen die me als Scrappy kennen, noemen me Scrappy. Maar mensen in een hechte kring, in mijn familie, die noemen me gewoon Cloud. Cloud. Oké. Okay. En wat vind jij leuker? Het maakt mij niet uit. Oh nee, oké. Okay. You answer to both. Dus het maakt niet uit. Ja. Oké, okay, ik ga je zeggen, in mijn perceptie ben jij zo een Stranamboy dat het me eigenlijk best verbaast dat je nu in Nederland zit. Omstandigheden. Ja, nee, dat begrijpen we allemaal wel, maar ik zeg het alleen maar. Toen je inschreef om aan Suripop mee te doen, was je al in Nederland of was je toen nog in Suriname? Ja, weet je, ik ben al een tijdje hier, maar ik ga heen en weer. Ik ga best vaak heen en weer, dus ik wist niet. Ik denk dat ik hier was in die periode. Ja. Toen heb ik het via hier gedaan, want ik kan me nog herinneren dat ik naar Suriname heb gebeld voor mijn producer om alles in elkaar te zetten. Ja, dus oké. Okay. Via hier hebben we het gefixt. Ja, oké. Okay. Miwani Gwe. Dat nummer is een, als je het mij vraagt, ik heb niet zoveel verstand van muziek, ik heb leken verstand van muziek, maar ik denk dat dat ook de bedoeling is. Ja, toch, want het moet mij als gewoon luisteraar ook kunnen pakken. Het is een heel apart, heel apart nummer. Wat heeft jou gedreven om dit te schrijven? Kijk, meestal als ik nummers schrijf, dan wil ik dat het mensen raakt. En ik denk dat de meeste schrijvers dat hebben. Je maakt meestal dingen mee en je ziet dingen ook gebeuren. Soms, als ik zo bijvoorbeeld naar je kijk, mevrouw Odette, dan heb je ook een geliefde, een partner en zo. En dan zou je denken van, soms in het begin, dan is het meestal niet het idee dat je... Misschien is het een idee van, hey, we gaan iets leuks doen en dan houden we het daarbij. En het kan zijn gebeurd dat het veel verder dan dat is gekomen. En ik heb ook situaties meegehad in mijn leven dat ik, zoals bijvoorbeeld mijn huidige relatie, ik was aan het snoepen. En nu ben ik hier, nu heb ik een kindje. Dus het is iets wat vaak gebeurt. Dus dacht ik van, oh, best mooi. Misschien iets om neer te pennen, heb ik hem geschreven. En ik dacht, het was dus snelst iets wat dicht bij mij was. En ik dacht, als ik dat schrijf, is het persoonlijker. En mensen zouden zichzelf ook erin kunnen vinden. Dat is de reden. Jouw nummer is contrast best heel duidelijk. Hè? Want eigenlijk is het, als je het mij vraagt, in origine gewoon een love song. Maar de titel, die brengt je op een ander spoor. Die denkt dat je alleen maar weg wil. Terwijl het juist versterkt dat je blijft. Ja, eigenlijk wel. Je kan het beide kanten zien. Soms denk je van, hey, ik wil weg. Maar het is hoe je het ziet. Ja. Wil je echt weg, is dan de vraag. Je kan het best veel invullen. Ja, inderdaad. Wil je echt weg, denk ik, is dan de vraag. Of is het inderdaad het gevoel van dat je weg wil, dat je moet overwinnen, omdat er zoveel andere dingen zijn waarom je moet leven? Soms wil je ook weg. Vooral in het begin, dan heb je in elke relatie, soms bij een kleine of een grote studie, denk je van, fuck, you want women. Maar dan is het voor dat kort periode waar je dat denkt, van Muangwe. Ja. Alle distance, hoe maakt me al die herinneringen en alles, elke manier hoe jullie verbonden zijn met elkaar. Maar alopivie, maakt me tanomo.
Heel mooi. Hey, vertel me over je clip. Want dat is ook zeer apart en heel uniek, heel creatief gekozen. Je hebt het is in Suriname. Was je erbij toen het gemaakt werd, of is het op jouw instructie gedaan? Ik was niet in Suriname toen het gebeurde, maar ik moet wel eerlijk toegeven, ik heb de jongens die eraan gewerkt hebben, zijn echt jongens die het zijn echt hele creatieve jongens. Ik zei ze van, hey, niet te veel in doen. Kom met iets waar iedereen zijn of haar verhaal in kan plaatsen. Stel als je naar de video kijkt, dat je niet dat het niet vast zit van een man en een vrouw ze leven in een huis. En de ene wil, ze hebben ruzie en ze willen weg. Oh, en ze gaan toch niet weg. Dus dat zie je elke dag in Suriname. Dus toen ik het heb uitgelegd, toen zei hij van oké, say no more. Toen is hij gaan schrijven, heeft hij een script geschreven. En ik dacht, oh wow, dit is precies wat ik wil. Maar ik wou Enver ook. Want Enver, die bijvoorbeeld, die zie je hem bijna elke dag in een video. En ik zei, ik wil Enver niet op de wijze hoe je hem elke dag ziet. Bind hem vast tenminste in een boom. Ja, oké. En toen hij alles heeft geschreven, toen dacht hij van, Fertje, je bent echt een baas, joh. Heeft hij me echt... Toen zei ik van, hij is goed zo. Klaar. Ja, ongelooflijk. Maar ook Ja, gewoon die boom. het is echt heel Dus ik leuk. kijk Dus, naar die boom en ik denk bij mezelf, is dit nou een gemaakte boom of is het een echte boom? ja. Ik ben er tevreden mee. Het is niet iets wat je best vaak ziet. Ja. Vooral in onze Surinaamse video's. En respect naar de rest hoor, want ik heb echt heel veel mooie video's gezien. Ik dacht, wauw. Ja. Maar we hebben geprobeerd om iets anders op de scherm te Ja. zetten voor de grap. Nou, als je het aan mij vraagt, is het gelukt. Ja, De rest moet de jury bepalen. zeker. Ja, sowieso. 3 december staat voor de deur. Ben je erbij? Ik werk er nog steeds aan, zoals ik je verteld heb. Ik doe er alles aan om erbij te zijn, maar ik kan nu niet 100% zeggen van ik ga erbij zijn. Oké. Dus daar moet ik wel heel eerlijk over zijn. Natuurlijk. Hoe belangrijk is het dat je er wel bij bent, dat jouw nummer op een platform als Suripop wordt gepresenteerd en dat je Ik dan vind. ja, dat toch het van Nederland zou moeten meemaken? Dat lijkt me zo moeilijk. Ja, het is niet leuk. Ik vind. Ja, ik ben iemand, ik ben echt elke dag op zoek naar uitdagingen. En ik heb ja, zoveel meegemaakt en ik dacht bij mezelf van, dat heb ik nog nooit gedaan. En om in een platform als Suripop ook mijn kunde, mijn talent te tonen. Ja, ik vind het een hele grote eer. Want hoe je het went of keert, het is Suripop. Suripop is iets heel Surinaams. Is iets, iedereen die nu leeft, heeft een gedeelte van Suripop meegekregen. Dus ik vond het sowieso een eer dat ik mijn bijdrage of heb kunnen meedoen. Ik vind het sowieso een eer om dat ook op mijn cv te hebben. Je bent de show-opener, je bent nummer 1. Je staat nummer 1 als eerste. Op het moment waarop iemand die Suripop-CD of link klikt met alle 12 nummers, ben jij het eerste nummer. Je bent ook het eerste nummer dat op het podium vertoond zal worden. Vind je dat moeilijker of juist beter? Van oké, even alle spanning eraf. Wat vind je Het ervan? maakt mij niet uit. Ja, weet je, het is net wanneer je gaat optreden. Als ze je als laatste zetten, dan weet je precies, dan heb je al gezien wat er gebeurd is. Dan weet je hoeveel je moet geven om te bereiken wat je wilt bereiken. Maar als je als eerste zit, dan weet je van oké, nou, ik ga het moeilijk maken voor de rest. Dus mijn jongens staan echt gereed. Enver en Chachi die staan echt gereed om een bom te droppen daar. Dus Ja. De rest, u mag naartoe boos, Ja. meneer Namidja.
En het is Enver, het is Chachi, na boom boom stof hoe toen massa Gwen knap dat podium naar Xambroco. Dus Ja, klopt, we inderdaad. gaan het echt lastig maken. We zeggen niet dat het Ja. makkelijk gaat, maar we gaan het moeilijk maken voor de rest. Ja, nou, als ik inderdaad kijk naar de creativiteit van het nummer en van de clip, dan belooft het wel wat op het podium. Als eerste Zeker, zeker. song. Ja, very nice, very nice. Jouw arrangeur, Alfred Misoyna, die is ook in Suriname geweest. Hoe is de communicatie gegaan tussen het team en jij daar in Nederland en de rest hier in Suriname? Alfred Bisoyna. Alfred Bisoyna is Fredje Studio, is de baas eigenlijk. Eigenlijk zou ik moest niet Alfred Bisoyna zeggen, ik moest baas schrijven. Ik ben elke dag met hem in contact zelf. Hij was voor mij 2 weken terug in Nederland. Ja. Nu is hij in Suriname. Ja, hij heeft echt al mijn nummers, ja, de meeste van mijn nummers gemaakt en Ja. al mijn beat, alles, alle keroots, rhythm, alles heeft hij, alles doet hij. En ik ben echt hij heeft ervoor gezorgd dat ik ook een studio hier Ja, heb. oké. Boven heb ik een studio en als hij er is, dan werken we samen. Of als hij, toen we bezig waren met de Suripop nummer. Ja, heeft hij ook ervoor gezorgd dat hij alle data naar me stuurt en dan neem ik op en dan schrijven we en dan zegt hij van hé, hey, dit moet beter en Ja, 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 ik ben ja. constant met hem in contact Oké. om dit neer te zetten. Dus intensief contact geweest, ook in je studio in Nederland hier. Dus ja, dat Elke maakt dag. het natuurlijk wel Elke makkelijk dag. als Elke mensen dag. kunnen treffen. Ja, oké. Ja. Leuk. Spannend. Hoe kijk jij uit naar 3 december? Ik neem aan, elke dag nog hopend om te kijken als het zou lukken om een ticket te kunnen vinden. Maar daarnaast, hoe mentaal, hoe bereid je daarop voor? Hoe beleef je het? Ja, kijk, ik heb heel veel rust in mijn hoofd. Ik moet me meer afvragen van hoe staan Enver en Chachi ervoor, want zij Ja. zijn eigenlijk de mensen die het werk moeten gaan doen. En ik heb wel heel veel vertrouwen in ze, omdat ik jarenlang met ze gewerkt. Dus ik heb echt heel veel rust nu van, hey, Oké. zij moeten dat werk Je hebt doen. het overgedragen, je hebt En het in hun handen gelegd en dan moeten zij er En verder ik heb mee. heel veel vertrouwen in ze. Het zijn jongens Ja. die jaren ervaring hebben. En het brengt heel veel rust in me om te weten van dat het jongens zijn die, die gewend zijn om op een podium te staan. Dat ik Ja. niet alles hoef uit te leggen. Ja, tuurlijk heb je dingen die jij zo. Ik heb Tuurlijk, dingen die ik zou willen dat wensen. ze moeten doen. Ja. Hoe het eruit moet zien. Ja, alles. Maar. Ik heb heel veel vertrouwen in ze, dus ik heb heel veel rust. Ik zit gewoon met heel veel rust, omdat ik Oké. met professionals te werk ga. Ja. Hoe vond je het, dit traject, dit Suripop-traject? Hoe ik het vond. Ja, ik vond het best spannend. Spannend. Ik heb, ja, ik mag. Terugkijken, het is nog niet afgelopen, maar gewoon bij deze 80% mag ik terugkijken naar een tevreden 80%. Oké. En, Okay. Ja, nou, je hebt hem nog niet losgelaten natuurlijk, want de finale is nog niet geweest. Maar op een nee, gegeven moment, daarom op zei 3 je 80%. november, geef je het wel uit handen en daarna heb je het niet meer in de hand. Dat is het Nee, enige, ja ja. toch? Dus tot 3 november heb je er nog wat aan kunnen doen. Maar daarna moet je loslaten. Dus Ja, die klopt. fase is eigenlijk wel al afgesloten. En nu leidt het een eigen leven, organisch, naar waar het naartoe groeit. Je snapt dat ding, mevrouw Odette. Je Ja, snapt toch? dat ding. Je snapt wat ik bedoel. Maar jij interviewt me, maar ik vind het nog steeds bijzonder dat ik met mevrouw Odette zo in mijn kamer zit te praten. Ik vind het nog steeds heel erg. Mevrouw Odette, ik weet niet of dit live wordt op, maar u bent een hele mooie vrouw en ik heb echt heel lang naar u gekeken op tv. En ik dacht, als ik een keertje met deze vrouw in een beeld zat, dan heb ik het gemaakt. Mevrouw Odette, u bent een mooie vrouw en u mag ervan genieten. En fijn dat ik met u heb gesproken en ik geniet van deze, hoe je het wil, dit moment dat ik met u heb mogen praten. Ik heb u nog niet live gezien, ik heb u nog nooit in het echt gezien. Maar toen ik nog heel jong was, zag ik u praten soms op de radio. Denk ik,
is best een bijzondere vrouw dit. Maar aan het slijmeren, meneer Nee. slijmeren, maar Ik zit gewoon ook niet in de middelbaar. jury, dus je kan mij niet slijmen, dus het is niet erg. Het is best lekker. Ik vond het lekker om vooral dit moment dat ik met een bekende Surinamer, ja, ja nou. Dit. Dankjewel, dankjewel. Maar het gevoel is wederzijds. Ik heb vroeger, toen je nummers maakte die hier in Suriname zo bekend waren, toen had ik als iets van, hey, deze jongeman, ik ken hem niet, maar hij is een bijzondere ziel, want anders maakt hij niet de nummers die hij maakt. Nee, echt, dat meen ik ook echt, hè. Serieus, het is ook geen slijm, want je dacht, we zitten niet in de jury, je bent 9000 kilometer van me vandaan. Dus ik mag je zeggen via een televisiescherm wat ik ervan vind. Maar dat vond ik altijd. Van, hey, en toen ik hoorde dat je in de finale was, dacht ik van, ik ben zo benieuwd waarmee hij komt. Want ik was echt kraak aan het houden. Ik denk van, boy, ik ben echt benieuwd. Maar het nummer is echt, ja, nee, je hebt een voldaan aan wat ik had verwacht. Ja, toch, maar ik mag zeggen, als ik deze keer niet win, dan beloof ik dat ik weet niet wie nu kijkt, volgende keer ga ik het 100% winnen. Dat weet ik gewoon heel zeker. Ja. Maar je hebt eerst deze keer nog om te proberen. En daarna zullen we kijken naar de volgende keer. Ik probeer niet. Ik geniet gewoon ervan nu. Helemaal goed. Dat ik is het beste. Ervan. En de rest zal ervoor zorgen. Die avond, die 3 december. En de mensen die ernaar kijken, die zullen ervoor zorgen dat... die zullen bepalen als het een prijs, ja. In de prijs te komen. En de volgende keer zorg ik ervoor dat ik nummer 1 ben. Prima. Anyway, het maakt niet uit. Maakt niet uit. Je hebt iets neergezet. Het is een prachtig nummer. Het is een bijzondere clip. Je bent in de finale van Suripop. Je staat op het podium daar in Nis op 3 december. Dus daarmee heb je al een behoorlijke mijlpaal bereikt. Ja, toch? Ja, zeker. Oké. Okay. Hey, Scrappy, ik hoop dat we je kunnen zien hier live in de flesh. Mm. Als het niet mocht lukken, hoop ik dat je ons live kan volgen vanuit je stoel of je bank in Nederland. Maar anyway, je zal wel in gedachten bij ons zijn als het niet zo mocht zijn dat je er live bent. Ik hoop dat het lukt. We hebben nog een paar dagen. You never know. Is goed. Succes. Oké, okay, bye. Dat was het gesprek met Scrappy W als een van de finalisten van het Suripop Gala dat op 3 december in Nis wordt gehouden. Hopelijk kunt u er wel bij zijn. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.